Hoi, ik ben net aangekomen in Parijs en ik ga jullie de komende 3 dagen meenemen. Nou, we zijn aangekomen in Parijs. Nou, nu zitten we op de boot en gaan we dus langs alle busjes aardig heen gaan. En dat is echt super chill, want dan hoeven we niet te lopen in deze hitte. En dit was mijn outfit van vandaag. Ik had dit broekje aan van de Zara, dit van de Lofies, een tas en dan een bril. We zijn dus vandaag eigenlijk de hele dag in Parijs in de stad geweest. En ik heb me nu heel snel even omgekleed. Ik had eigenlijk een jurk, maar de rits is net kapot gegaan. Ik heb nu dit Colorful Rebel shirt aan, dit broekje en gewoon mijn tas. En we gaan nu even lekker eten. Let's go! Nou, we hebben net even boodschappen gedaan en nu gaan we lekker eten. Proost! Net heerlijk gegeten. Echt amazing. Ik had een lekker stukje steak en ja, een lekker hapje. Nou, het is vandaag dag 2 en we gaan vandaag naar Disney. En ik heb er echt super veel zin in en ik ben helemaal in het thema aangekleed. Ik heb dus dit rokje aan, dit shirt van de Primark, mijn dogs, een tas en dan de oortjes op. En let's go, ik heb er zin in. Nou, gelukkig zijn we er al in geweest, want nu zitten ze vast. Nou, we gaan nu even lekker Mickey pizza eten. En bier drinken, hopelijk. Nou, we hebben de Mickey pizza's gevonden en die gaan we lekker eten. En Rick heeft ook zijn bier. Proost! Nou, we zijn weer even aan het eten en we hebben lekker een burrito en frietjes en een cola. Eet smakelijk! Nou, we wouden eigenlijk in Pirates of the Caribbean gaan, maar die was weer dicht. Dus we zijn nu in de Jungleboom. Lekker klimmen. Alsof we niet al genoeg gelopen hebben vandaag. We zitten nu lekker op de grond, te wachten tot de show begint. En het is zo druk hier. Oh my gosh, ik ben benieuwd. Ik heb zoveel zin in. Aan het lopen naar het appartement. Het is echt letterlijk 5 minuten van Disneyland en het was echt zo geweldig. Echt een leuke dag gehad. Ik ben wel helemaal kapot en mijn voeten doen echt pijn. Ik ga heerlijk slapen, maar het was zo leuk. Goedemorgen, dit is mijn outfit voor vandaag. Ik heb dit shirtje van de Zara, deze tas en cowboylaarzen en deze spullen van H&M. En we gaan dus zo naar Val de Rob en naar La Vallée Village. Dat is dus een hele grote mall en outlet heel dicht bij Parijs. En daar slapen we echt op een paar minuten lopen vandaan. Daar heb ik echt zin in, dus laten we gaan. We zijn net bij de Levi's en we hebben voor 3 broeken 81 euro betaald. Echt, oh mijn god, hoe geweldig! Leuke dingetjes gekocht in Parijs en die ga ik nu aan jullie laten zien. Let's go! Nou, ten eerste heb ik bij Levi's een short gekocht voor echt 17 euro. Dit is de short en dat was dus 65 euro, maar was dus in de aanbieding voor 17 euro.
echt, ik kon hem niet laten liggen. Hoe geweldig. En dan heb ik bij Maas nog een hele leuke tas gekocht. Het was eigenlijk niet de bedoeling om een tas te kopen, maar het was echt zo'n goede deal. Oké, ik ga hem even laten zien. Nou, dit is hem dus. En dan heeft hij hier ook nog een strap. En ja, hij is echt geweldig. Hij was dus 335 euro en ik heb hem dus voor 135 gekocht. Dus ik kon het echt niet laten liggen. Ik heb vooraan nog twee dingetjes gekocht. Ten eerste deze Fenty lipgloss. En dan heb ik ook nog deze Charlotte Tilbury poeder gekocht. En dit is een mini. Ik ben heel erg benieuwd om deze te proberen. En dan ben ik ook nog bij de Zara geweest. Nou, daar heb ik dus het hele schattige bandeautopje gekocht. En ik dacht echt super leuk voor vakantie. En dan heb ik ook nog schoenen gekocht in de sale. Deze waren dus echt maar 16 euro. En kijk hoe schattig zijn hun schoentjes. En ze zijn echt heel schattig.